FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw Volendam. Wim, een 5-0 overwinning. Hoe belangrijk is het resultaat voor jou? Voor mij? Ja, voor het team natuurlijk. Nou ja, voor iedereen. Ik denk dat het gewoon ook nodig was. Weet je. Je voelde van, god, vanavond moeten we wel resultaat neerzetten. Ja, dat is inherent aan deze club ook. Wij willen natuurlijk altijd winnen. Maar ja, dan had je natuurlijk een beetje een valse start met 3 gespeeld, 2 punten. Ja, dan komt er wat druk op. Maar ik heb gewoon een hele goede reactie gezien van ons team. En vanaf minuut 1 hebben we laten zien dat we heel geconcentreerd, heel scherp in de duels. Ja, dan word je ook beloond. En dan met een goed positiespel kom je tot de kansen die je graag wil. Daryl, gefeliciteerd met je hattrick. Wat een gevoel moet dat zijn, hè? Ja, dankjewel. Dat is denk ik een perfecte avond voor ons en voor mij ook inderdaad 3 goals. Nog nooit in mijn carrière gelukt, dus heel blij mee. Ja, 3 goals, 3 punten, dat werd wel tijd, hè? Ja, tuurlijk. Als je na 3 wedstrijden nog niet gewonnen hebt, dan gaat het wel aan je vreten en aan de ploeg. En we zeiden gewoon tegen elkaar, vandaag moet het gebeuren. En ik denk dat we gewoon een hele goede wedstrijd hebben gespeeld. We zagen ook wat aanpassingen in de basis zelf ten opzichte van vorige week. Zo zagen we Jos Kramer zijn debuut maken. We zagen Gaetano Oristiano zijn basisdebuut maken. Hoe hebben die wisselingen zich een beetje aangepast naar jou toe? Ben je tevreden? Kan dat vaker gebeuren, zeg maar? Nou, we hebben natuurlijk wat afwezigen. Zeker als je kijkt naar onze linkerkant. Ja, dan moet je wat gaan zoeken. Ja, en dan kies je voor Sjors. En Sjors is normaal gewoon een centrale verdediger. Ik moet zeggen, hij heeft het heel positief en heel solide ingevuld. Ja, en dat is een heel groot compliment voor zo'n jongen. Die dat ook maar gisteren hoorde. En dan is dat gewoon uitstekend uitgevallen. En ik moet zeggen, dan weet je dat je aan de rechterkant wat meer dreiging zal hebben. Nou, ik moet zeggen dat ik daar ook hele mooie dingen heb gezien. Een Denzo die natuurlijk helemaal, zeker de tweede helft, helemaal on fire was. Maar ook een Van Mieghem die ook zonder bal dreiging had en een fantastische loopactie had bij die goal. Ja, dan zit je wel als trainer ook naar mooie dingen te kijken. En zeker met Oristanio die natuurlijk een aantal mooie momenten liet zien. Ja, dan komt Robert ook wat makkelijker aan het voetballen. En ja, dan zie je ook de kracht van Muren, die natuurlijk zijn goaltje meepikt. En ja, in gewoon goede fases heeft laten zien. Over 2 weken gaan we op bezoek bij de Graafschap, jouw oude club. Heb je daar al een voorgevoel bij? Ben je benieuwd naar de club, naar de tegenstander? Zie je nog oude bekende gezichten? Ja, meer dan genoeg. Ik heb daar 5 jaar rondgelopen. Geweldige tijd gehad. Alleen nu gaan we gewoon daar naartoe om 3 punten te pakken. Ik moet zeggen, ik kijk er enorm naar uit. Natuurlijk ook een jaar lang in een leeg stadion daar gespeeld. Dus ik vind het ook wel weer leuk om daar te spelen voor een volle Vijverberg. En wat was voor jou het meest opvallende in deze wedstrijd qua het spel? Nou, we hebben natuurlijk ontzettend veel aandacht gegeven aan ons positiespel. En ik heb gezegd, probeer nou wat langer gewoon de bal te houden. Gewoon langer positiespel, laat die tegenstander maar vermoeien. Ja, en dan zie je ook, als we dat langer doen, dat we gewoon kansen krijgen. En een tegenstander een beetje laten vermoeien. En dat hebben ze uitstekend gedaan. Dat zag je vooral, vond ik, bij de tweede goal. Waar normaal Denzo misschien wel actie zou maken, haal die nu heel simpel de bal eruit. Ja, dat klinkt misschien heel makkelijk, maar het gaat erom dat je dat op dat moment beseft van die bal moeten we niet hier verliezen, andere kant weer zoeken en uiteindelijk het gat vinden om de goal te maken. Ja, daar was ik heel erg blij mee.